De grote verwachte sneeuwval is Groningen volkomen voorbij gegaan. Het KNMI heeft code oranje ingevoerd door hevige sneeuwval. De kranten stonden vol met waarschuwingen, zodat het verkeer rekening met het weer kan houden. NS had de dienstregeling aangepast, mensen kochten volop strooizout en de studenten van Hans Hogeschool kregen zelfs de eerste 2 uur sneeuwvrij. Achteraf allemaal volkomen overbodig. We hebben gisteren gekeken naar het weerbericht. We hebben gezien dat er een slechte voorspelling was. En de Hans Hogeschool heeft studenten die van ver moeten komen. Dus uit Emmen en uit Friesland. We hebben gezegd, nou, 2 uur extra tijd om Groningen te bereiken is gezien de weersverwachting een heel verstandige maatregel. En bovendien kunnen wij dan vrijdag zelf nog bekijken, gaan we helemaal dicht. Want dat had gekund. Nou, dat hebben we niet hoeven doen. Dus we hebben vanmorgen vroeg, zo'n beetje toen iedereen nog lag te slapen, hebben wij bericht gestuurd aan studenten en medewerkers ook. Van oké, 11 uur beginnen we allemaal weer. Gebouwen gaan dan open en lessen beginnen weer. De studenten vonden het allemaal wel prima. Ja, ik hoorde dat ze het gisteren hadden besloten, omdat ze slecht weer verwachten vannacht. Dus ja, het is goed dat ze van tevoren al een beslissing nemen, vind ik. Zodat de leerlingen niet om 8:30 hier op school staan en dan pas te horen krijgen dat ze vrij zijn. Vind je dit een nodige maatregel? Ja, absoluut. Ik vind het heerlijk. Niks klagen. Je vindt het heerlijk of nodig? Want als je zo om je heen kijkt, valt de sneeuwval reuze mee. Ja, ik vind het niet echt nodig. Nee, de bussen die reden ook gewoon, dus niet echt nodig. Met kerst hopen de meeste mensen wel op een code oranje.